Met een busreis, tropical brass band en een vuurspoon, de circusartiest werd de gereconstrueerde Zuid-Angent en het laatste deel van de Oost-Angent officieel geopend door wethouder Stam en gedeputeerde mevrouw Post. We zijn hier om het feestje te vieren van de afronding van de ring van Heergewaard en de Zuid-Angent. En kunt u vertellen wat dat precies inhoudt, wat er allemaal is gebeurd? Nou, de Oost-Angent is voltooid. Dat wil zeggen dat we dus nu een ring rond Heergewaard hebben. Oost-Angent, Kruisemanlaan, West-Angent en 242 weer terug naar de Oost-Angent. En de Zuid-Angent is verbeterd. De doorstroming is verbeterd. Er is een rotonde verwijderd, er is een kruispunt gekomen. En in zijn geheel is de Zuid-Angent langs het stadhart aangepakt. En als het goed is gaat het nu beter doorstromen. En dat is ook ontstaan met het idee dat het de doorstroming beter moest. Ja, dat was een van de dingen. Maar ook een stukje veiligheid daarbij. Maar de voornaamste reden voor de Zuid-Angent was de doorstroming. En de voornaamste reden voor de Oost-Angent is natuurlijk ook het verkeer vanuit de wijken naar de tangenten leiden. Want doordat veel sluipverkeer was op de Sparrelaan, was het ook wel een onveilige situatie geworden. My face above the water. My feet can't touch the ground. En hoe is ervoor gezorgd dat het een veilige weg is geworden? Een veilige weg is het geworden door dat is dan de Oost-Angent, hè? De stroken zeg maar smal te houden, een maximum snelheid van 50 km per uur, een middenberm als pad voor de hulpdiensten. En daardoor rijdt het langzaam maar zeker door en zijn er weinig conflict situaties, dus daar is het een veilige weg geworden. En de Zuid-Angent is veiliger geworden omdat de rotonde die er was, is vervangen door een kruispunt en dat wordt gereguleerd door verkeerslichten en zo ook bij de uitgang van de parkeergarages. En daardoor is een regulering ontstaan die zorgt dat alles blijft doorstromen vanaf de parkeerplaats, maar ook op de kruispunten. En dat komt de veiligheid ten goede. En u vertelde net ook al in uw speech dat de resultaten nu al heel goed zijn. Waarin heeft dat zich geuit? Ik hoor weinig klachten van inwoners dat Middenwaard slecht bereikbaar is. Terwijl dat in het verleden, want ik breng nog even in herinnering 23 december 2013. Toen was het echt chaos. En dat is nou echt zo'n drukke tijd waar het gewoon goed moet lopen. En ik denk dat nu niet meer gaat voorkomen. Nee. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the... Kunt u uitleggen wat er nu precies veranderd is? Met de komst van de Oost-Angent is er natuurlijk een deel van de ontbrekende schakel van de stadsring gerealiseerd. De Oost-Angent lag er natuurlijk al in, helemaal vanuit het zuiden, Stad van de Zon, tot aan de Zuid-Angent. Vervolgens heb ik meegewerkt aan de Oost-Angent in drie fasen, eigenlijk vanaf de Kruisemanlaan naar de Zuid-Angent. Het eerste gedeelte vanaf de Kruisemanlaan tot aan de Van Veenweg. Het tweede gedeelte vanaf de Van Veenweg tot aan de Beukenlaan. En het laatste deel wat dit jaar gereed is gekomen. Vanaf de Beukenlaan tot aan de Zuid-Angent. Wat hebben de inwoners van Heergewaard er precies mee gewonnen? De inwoners, allereerst is het natuurlijk een hele mooie verbinding om van noord naar zuid te komen en natuurlijk omgekeerd. Daarnaast is het zo dat hiermee er een mogelijkheid ontstaat om de bestaande stad te ontlasten. En daarbij moet er dan gedacht worden aan de omgeving van de middenweg, maar ook de verbindingswegen door de bestaande wijk heen. Waardoor er toch een stukje leefbaarheid, vergroting van de leefbaarheid ontstaat in het oude centrum. En er dus ook kansen ontstaan voor de middenweg. Die kan autoluw gemaakt worden. Daarmee krijg je dus veel meer mogelijkheden om het verkeer wat er eigenlijk op zo'n historische as zit, om die buiten de stad om te leiden.